Gemeente Druten gaat volgend jaar 100 asielzoekers huisvesten. Woensdagavond was er een informatieavond voor omwonenden. Begin volgend jaar worden er 100 asielzoekers opgevangen in de gemeente Druten. De bouw van de tijdelijke noodopvang gaat binnenkort van start. Woensdagavond was er een inloopavond waar inwoners hun vragen over de noodopvang konden stellen aan onder andere de gemeente en het COA. Omdat we het heel belangrijk vinden dat de inwoners van Druten ook een beeld hebben bij wat wij bedoelen met de noodopvanglocatie, hoe die eruit komt te zien, dat ze alle ruimte hebben om vragen te stellen aan COA, aan politie, aan welzijn, die ook vrijwilligers werft, aan de gemeente. Dus eigenlijk gewoon voor burgers informatie ophalen en met plaatjes al inzichtelijk maken, hoe wordt het dan? Nou, op dit moment zijn we nog vol in ontwikkeling en zorgen dat we het terrein zo snel mogelijk klaar hebben voor de bebouwing. Ja. We zijn bezig met bestellen, in ieder geval met het zorgen dat we de woonunits beschikbaar hebben. Wachten op de aannemer dat die daarmee aan de slag kan. Dat wij samen met het COA alle mogelijke moeite doen om hun een prettige woonplek te geven. Maar ook te zorgen dat ze zich ook prettig gedragen in onze gemeenschap. En het voor iedereen eigenlijk prima is zo dat we opvang bieden en mensen kunnen meelopen in de samenleving. En uiteindelijk gaat de locatie weer weg. Om de asielzoekers een warm welkom te geven, worden er vrijwilligers ingezet door welzijnsorganisatie Meer voor Mekaar. Deze vrijwilligers gaan verschillende activiteiten ondernemen met de asielzoekers. Meer voor Mekaar is een welzijnsorganisatie. En dat betekent dat wij er zijn voor alle inwoners van Druten en Wijchen. Allerlei dingen organiseren in het kader van waar wij nu hier staan. Wij hebben ook een hele grote poot, een vrijwilligerscentrale. En wij werken zelf natuurlijk heel veel met vrijwilligers, maar wij zijn ook een vacaturebank voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen in Druten. Toevallig toen ik hier net kwam, werd ik gelijk aangesproken door een inwoner van Druten die gelijk zei, ik wil graag komen helpen. Is dat mogelijk en wat is er dan mogelijk? Moet je voorstellen dat als jij hier zit in een opvang en je hebt niks te doen, dat het best wel leuk is als er mensen zijn uit de omgeving, dus uit de gemeente Druten, die het leuk vinden om jou te ondersteunen met het oefenen met de taal bijvoorbeeld. Of leuke activiteiten organiseren of een soort van maatje die meegaat het dorp in en een beetje de weg wijzen. Kan van allerlei dingen zijn. Tijdens de inloopavond worden er verschillende vragen gesteld door de inwoners. Ook kunnen ze eventuele zorgen uiten. De vragen die vooral voorbij komen is natuurlijk van ja, wat verwachten jullie als politie van de overlast. En ook wel mensen die zich zorgen maken over dingen die ze natuurlijk op tv zien. Dus dat zijn wel dingen die veel voorbij komen. Ze kunnen altijd gewoon de politie bellen. Dat blijft ook al, ja, het is een noodopvang, maar het is een stukje Druut wat erbij komt. En dat blijft, weet je, de politie is er gewoon. Dus ze kunnen altijd gewoon het algemene nummer bellen 0900 8844 als ze een melding willen maken of iets willen delen met de politie. Ze kunnen ook altijd naar de wijkagent vragen. Nou, dan komt de informatie bij mij terecht. En als er spoed is en mensen een onveilig gevoel hebben, dan mogen ze altijd 112 bellen. En dan komen wij zo snel mogelijk de kant op. Het Huis van Compassie is een sociale organisatie. Zij zetten zich in voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Binnen de organisatie wordt er van alles georganiseerd, waaronder maaltijden waar iedereen welkom is. Het Huis van Compassie bestaat deze maand 10 jaar en dit wordt groot gevierd met iedereen die meewerkt aan alle projecten. Ja, we gaan het heel graag vieren. Ik ben ontzettend trots op onze 200 vrijwilligers die in de stad zoveel voor anderen betekenen. We gaan het aanstaande maandag vieren, ook met de burgemeester. Hij is een trouwe vriend van het Huis van Compassie. We hebben dan een panelgesprek, ook met bevriende organisaties. Maar het hoogtepunt wordt 25 november, dat is een zaterdag. En dan hebben we een open dag voor alle Nijmegenaren. Eén belangrijk doel van ons is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus maaltijden doen we heel veel en lunches. Maar we organiseren ook in de stad met onze vrijwilligers gesprekken. En daarnaast doen we heel veel praktische dingen voor mensen die in armoede leven. Dus we hebben bijvoorbeeld een klussenteam. En dat wordt gevormd door vluchtelingen. En zij gaan bij mensen van de voedselbank thuis klussen doen die ze zichzelf niet kunnen permitteren. Bij de organisatie werken projectleiders samen met vrijwilligers aan 20 verschillende projecten, waaronder de Voedselhub en het fietsproject. De Voedselhub Nijmegen is een nieuw initiatief. We zijn in het leven geroepen om voedseloverschotten op te halen bij lokale boerderijen, supermarkten en stadstuinen. En die voedseloverschotten die brengen wij dan weer naar sociale restaurants, zodat gezond voedsel
toegankelijk voor iedereen wordt. Wat wij doen, wij zamelen tweedehands fietsen in Nijmegen. En mensen kunnen tweedehands fietsen doneren op onze fietsdonatiepunten. Die worden door onze vrijwilligers opgeknapt. En die worden vervolgens uitgedeeld aan mensen die een fiets niet kunnen betalen. Aan de minima in Nijmegen, vluchtelingen. Die met de fiets dus weer beter kunnen participeren in de samenleving. Ik heb de afgelopen 15 jaar heb ik in Afrika gewerkt, een aantal fietsprojecten. En dit is een van de fietsen die wij in Afrika gebruikten om inkomsten te genereren. En nu is een van deze fietsen is over hier naar Huis van Compassie. En die wordt gebruikt door de Voedselverspillingshub. Ik denk dat duurzaamheid wordt nu heel veel, als je geld hebt, is het makkelijker om bijvoorbeeld een pompoen van 4 euro te kopen. Terwijl als je in armoede leeft, dan heb je niet eens tijd om na te denken, hey, wat ga ik vanavond eens koken? De projecten van Huis van Compassie maken een groot verschil voor veel mensen. Zo ook de fietsen die worden gerepareerd. Ja, het is fantastisch om te zien wat de reacties zijn voor mensen die een fiets ontvangen. Je ziet gewoon echt dat ze met het toegang hebben tot een fiets, met het beschikken over een fiets, dat ze gewoon beter kunnen participeren in de samenleving. Dus naar school toe kunnen gaan, naar een werk toe kunnen gaan, boodschappen kunnen doen, naar verenigingen kunnen gaan. Dus dat ze ook veel meer in de samenleving staan. En dat is gewoon heel erg mooi. En dat ze gewoon onderdeel zijn van de samenleving. Dus het is fantastisch dat een fiets zo'n verschil maakt. In Herne zijn woensdagmiddag twee mannen aangehouden na een wilde achtervolging die eindigde in de gemeente Wijchen. De twee hadden daarvoor een grove diefstal elders in Nederland gepleegd. Toen de politie de witte BMW waarin ze zaten wilde aanhouden, gingen ze er met een hoge snelheid vandoor. Dat leidde tot een langdurige achtervolging via onder andere de A15, A50 en de A59. Daarbij werd met hoge snelheden gereden via de A59 richting Nijmegen, daarna richting Groene Heuvels. De achtervolging gaat verder richting Bergharen en Horssen. Uiteindelijk worden twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen van 43 en 44 jaar. Bij een grote politiecontrole in Nijmegen zijn woensdagavond 5 personen aangehouden. In totaal werden 120 voertuigen gecontroleerd. 3 automobilisten reden onder invloed van drugs en zijn na een bloedtest daarvoor aangehouden. Bij een 20-jarige man uit Arnhem werd een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen. Een 19-jarige man uit Groesbeek moest ook mee nadat hij een vals rijbewijs toonde. De man reed zonder geldig rijbewijs en in zijn voertuig werd een mes aangetroffen. Het mes is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie eist 22 jaar cel tegen een verdachte in de zaak die de vergismoord is gaan heten. Klusjesman Mehmet Kilisoy uit Nijmegen werd op 6 juli 2020 op straat doodgeschoten. De verdachte van 31 jaar kon eerder niet terecht staan omdat hij in het buitenland in de cel zat. De rechtbank in Arnhem veroordeelde een jaar geleden al 6 verdachten tot celstraffen van 5 tot 30 jaar. Daarover loopt nog een hoger beroep. Erik Litjens uit Deest kweekt al een aantal jaren een nieuw type boom, dat ook wel de wonderboom wordt genoemd. De Anapaloa-boom komt oorspronkelijk uit China en groeit als kool. Maar de boom is ook een ecologisch wonder. Het neemt niet alleen stikstof uit de bodem op, maar ook veel meer CO2 uit de lucht dan een gewone boom. Inmiddels zijn de eerste bomen volgroeid en klaar om naar een nieuw onderkomen te gaan. Omdat we hier gepland hebben om in de toekomst huizen te bouwen. En die plannen zijn al heel oud. Daar ben ik op het idee gekomen om dus biobased bouwmaterialen te gaan produceren voor de houtbouw. Ik zie heel veel bomen. Wat voor bomen zijn dit? Ja, dit zijn peroniabomen. Die komen oorspronkelijk uit China. Daar zit de oorsprong. En dit zijn snel groeiende bomen. Ze nemen heel veel CO2 op, ook stikstof. Stikstof zit 5% in het blad. In feite komen alle mineralen voor. De boom is van huis uit bezit C4 moleculen en daardoor nemen ze heel veel op. En de CO2 nemen ze 5 keer, 6 keer zoveel op als andere bomen. Deze bomen groeien net als normale bomen gewoon uit zichzelf. Maar je moet er wel wat voor doen. Nou, de boom groeit uit zichzelf heel hard. Hè. Het eerste jaar laat je hem planten, je laat hem gewoon flink groeien. Het tweede jaar, in het voorjaar, snij je hem dus net boven de grond af en dan loopt hij weer uit. Deze boom die u hier ziet zijn dus afgelopen voorjaar allemaal afgezaagd geweest en deze uitlopers van dit jaar. Erik heeft een heel groot stuk land en dat staat vol met deze bomen. Ja, in totaal is het een productie van 15,15 hectare en er staan tussen de 12.000 en 13.000 bomen op. Ja, de hout is geschikt voor planken te zagen, voor de houtbouw zeg maar.
Het hout is heel licht van gewicht, 260 kilo per kuub. Het hout is geluidsdempend. Het hout is ook geluidisolerend. Het houdt geluid tegen. En wat heel erg opvalt is dat het hout absoluut niet werkt. Met de bomen verdient Erik ook geld. Hiervoor moet hij wel eerst certificaten behalen. De Poloniaboom slaat heel veel CO2 per hectare op. Het is jaarlijks 55 ton per hectare. Gemiddeld genomen over een periode van 12 jaar. Dus dan kom je richting de 600 ton uit. En daarvoor worden certificaten uitgegeven. De mensen komen dus de bomen de massa meten, de CO2 meten. En dan aan de hand daarvan krijg ik certificaten. Op het moment ben ik de certificaten aan het verkopen. En middels de certificaten bekostig ik de productie van de Poloniaboom. Dan kijken we weer even naar wat de regio op de sociale media heeft geplaatst. Gemeente Heumen vraagt op Instagram aandacht voor de natuurwerkdagen. Deze vinden plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 november. Mensen die graag buiten actief zijn en de natuur willen helpen, kunnen hun handen uit de mouwen steken op het gebied van bomen planten, struiken verwijderen, heiden opschomen en een broeihoop of takkenrail maken. Dit kan onder meer bij Lierdal, Natuurstichting Cadans in Neder-Asselt of bij Scouting Sint Walrik. Bibliotheek Gelderland-Zuid is op zoek naar digihelpers. Dit zijn vrijwilligers die kunnen helpen bij workshops en activiteiten rondom de digitale vaardigheid. Jezelf aanmelden kan via de vacaturepagina van de bibliotheek. En vandaag was het Intersex Awareness Day. Dat meldt GroenLinks Nijmegen op Instagram. Intersexe personen hebben nog vaak te maken met stigmatisering en onzichtbaarheid en deze dag moet daar iets tegen doen. In Nederland wonen zo'n 190.000 mensen die een vorm van intersexe hebben. Dus mensen die zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken hebben. Ook vandaag was het weer een echte herfstdag. We begonnen met veel mist, daarna een dikke bewolking en uiteindelijk de nodige buien. Morgen wordt dat niet veel beter. We bevinden ons namelijk in onstabiele lucht, wat zorgt voor een erg wisselvallig weerbeeld. We zullen de zon af en toe te zien krijgen, maar tussendoor krijgen we ook met veel korte buien te maken die vrij pittig van stuk kunnen zijn. Ook een klap onweer is niet uitgesloten. Er valt morgen in totaal zo'n 14 mm regen. In het weekend blijft het wisselvallig. Zaterdag zullen de hoeveelheid buien in onze regio nog wel meevallen, maar zondag zijn ze juist weer extra actief en valt er wederom veel neerslag. Tot zover het RN7 regio nieuws van donderdag 26 oktober. We sluiten af met een oproep naar kerstliefhebbers. Voor onze kerstspecial van dit jaar zijn we op zoek naar mensen uit de regio die iets speciaals doen rondom kerst. Versier bijvoorbeeld je hele huis, verkoop je kerstbomen of organiseer je iets met de hele buurt? Laat het dan ons vooral weten en mail naar redactie@rn7.nl. Misschien komen we dan wel bij jou langs.